En we gaan kijken hoe goed mijn vrienden zich voor mij kunnen verstoppen. Ik ben niet de eerste die gevonden is. Niet? Doe jij eens? Iemand ja, 100% van de mensen. Iemand houdt dit tegen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik in een hele mooie bioscoop, namelijk Figi. Wat we vandaag gaan doen is verstoppertje. De hele bioscoop is helemaal leeg, dus je kan eigenlijk overal naartoe waar je wilt. En we gaan kijken hoe goed mijn vrienden zich voor mij kunnen verstoppen. We hebben een hele grote groep. Zij gaan zometeen allemaal voor mij verstoppen. Bijna iedereen heeft een camera of een telefoon waarbij ze filmen. Dus je zult ook stukjes van hun allemaal zien. Wat als volgt de regels zijn, je mag overal komen. Bijna overal dan. Zolang je maar niet op gekke dingen gaat klimmen, zijn er eigenlijk bijna geen regels. 3D zombies. Ga naar achter! Ja, dit gebeurt er als je verstoppertje wilt doen met je vrienden. We gaan beginnen. Jullie krijgen van mij 7 minuten de tijd om te verstoppen. De eerste die ik vind gaat mij helpen met de rest zoeken. Ik ga me verstoppen in de wc, voor mezelf zeg maar. 3, 2, 1, succes! Als ik je als eerste vind, dan kan je echt niet verstoppen. Gast Timo, krijg je hem open? Ja, hier. Hoppa! Ik wil zo'n donker stuk, weet je wel, waar niemand wacht. Oh. Ja, hier gaan, wacht. Ja, ja. Holy shit. Oh, wow. Ik kijk even hoe ik daar kom. Ja, dan kun je boven. Ja, Lars wil daar boven, maar wij willen eigenlijk hier ook onder. Mogen we hier onder? Nee. Kut. Ah, dat mag niet. Nee, kut. Dan moet je het nieuws verzinnen. Oké, volgens mij heeft iedereen al verstopt. Oh, ja. We gaan even naar boven, kijken of daar een goede plek is. En anders gaan we gewoon achter gordijnen zitten of zoiets. Anders gewoon random ergens liggen, gewoon ja, als stoelen of zo. Holy shit. We moeten nergens op klimmen hierachter. Ja, maar hier wel toch? Zolang je maar niet op gekke dingen gaat klimmen. Stop hoor, deze plek. Waar heb je mijn popcorn gelaten? Oh, die staat daar nog. Oh, kent je mij. Oké, ik zit helemaal in een hoek tussen allemaal stoelen in. Anna is ook in de buurt. En als Nezels hier wint, is hij echt een legend, want dit huis is echt moeilijk. Het is ook best wel warm hier, ik weet niet hoe lang we hier nog gaan zitten. Maar we doen zo meteen licht uit, kamer uit en hopen dat hij ons gewoon niet vindt. Oh. Stop. Als je als eerste gevonden wordt, niks zeggen. Ja, is goed. Zit hij mij zo, denk je wel? Nee. Nee. Ja, dit is echt goed. Dit is best wel een goede verstopplek. Oké, okay, we zitten nu achter een gordijn. Hopelijk zit het een goede verstopplek. Oh. Ja. Gaan we deze plek skippen of gaan we hier blijven? Ik weet niet, man. Kijk, hier gaat Oliver zitten. Dit is gewoon een soort van. Hey. Laat even weten in de comments hier beneden wie jij denkt dat ik als eerste ga vinden. Ik ben heel erg benieuwd. En laat ook even weten hoe lang het duurt. Kijken hoe lang het gaat duren voordat ik iedereen gevonden heb. Dus om 11:45 mag ik iedereen gaan zoeken. En daar gaat hij. De timer gaat af. We gaan beginnen met zoeken. De eerste twee dingen die ik wil bekijken zijn helemaal boven. En zaal 2. Dus laten we kijken waar ze zijn. Let's go. Nou, hier heb je een mooie gordijn. Anna. Maar zal ik je wat leuks vertellen? Nou. Ik ben niet de eerste die gevonden is. Niet? Weet je waarom? Nou? Omdat, dames en heren, hier is your boy Tobias! Hoe zag je dat, gast? Ik zag Tobias meteen. Als ik je als eerste vind, dan kan je echt niet verstoppen. Hoe zag je dat ooit? Omdat ik vanaf hier sta en ik zag je meteen liggen. Ik dacht echt dat ik super goed lag, gast. Dit was de tactiek om als eerste helemaal omhoog te gaan, want ik had dit al verwacht, dat er sowieso mensen hier zouden zijn. Ik dacht ik ga hier echt een uur zitten of zo, gast. Ja, dan moet ik zo zoeken. Eerste. Jij moet mij helpen zoeken. Ik wil ook wel helpen. Jullie mogen helpen. Hey man, ja, we spelen verstoppertje in Figi. Maar ja, hoe is het met jou? Wacht. Ik ga wel nog eventjes dit helemaal bekijken. Hier stonden vroeger van die vending machines. Maar volgens mij zit hier niemand, anders dan kom ik hier terug.
We gaan naar zaal 3. Let's go. Oké, okay, we gaan naar zaal 3. Hier weet ik niet wie het is. Nee. En hier helemaal achter. Ja, dat is best goed. Dit is best een goede plek inderdaad. Nee, oh, ik heb gewoon verloren. Oh, dit is wel een goede plek. Dit is een lijp goede plek. Maar ik denk niet dat hier iemand zit. Oké, we gaan door. Dat zijn nog steeds twee mensen. We hebben zaal 4 nog over, die we kunnen bekoekeloeren. En dan hebben we de hele benedenverdieping nog over. Oh ja. Ik wil dit voor de zekerheid nog checken, want ik heb zo'n gevoel dat hier nog wel iemand zit. Hey, Rutger! Kat! Yes, ik heb goed gekeken! Ik heb goed gekeken! Woo! En dat was waarom ik het nog één keer zeker wilde checken. Daarom zei ik nog, ik kom terug. Anders dan kom ik hier terug. Maar goed, ja, deze gezocht. Was lastig, maar ik was blij dat ik terug ben gekomen. Ja, maar Rutger, je dacht, hij heeft hier al gezocht. Dus ik dacht eventjes ook van, als je hier niet meer goed kijkt, dat deed je wel dus, maar als je dat niet meer deed, dan was je ook... niet meer staan. Ja, jullie dachten ook, ik hoor jullie ook niet meer. En daarom dacht ik, oké, de kans dat hier iemand zit is best wel groot. Meestie, veel te goed in, jongen. Ik kan die niet tegen. Bovenste verdieping. Ik heb 3 personen al gehad van de, volgens mij zijn het er 10. Misschien iets meer, misschien iets minder. Maar ik heb in ieder geval er al 3 gevonden. Over het algemeen gaat verstoppertje me best goed af. Ik kan best prima verstoppen en ik kan best prima zoeken. We gaan door naar 1 verdieping naar beneden. We gaan naar het balkon. Want hier ben ik... Hiervan heb ik het gevoel dat hier iemand is. Hey, kijk eens wie ik hier heb gevonden. Nicole! Ik zat zo lekker hier. Hey, je hebt het best goed gedaan. Ja, want door deze deur kon je niet, hè? Echt niet? Hey. Oh, je bent 4e, dat is slim. Je bent en als 4e gevonden. Ik moest naar de wc. Nou, dat kan je nu snel doen. Oké, doei. Oh, dat is mooi. Ik weet bijna. Achter. Maar dan ook echt bijna zeker dat hier... iemand zit. Doe jij eens? Iemand ja, 100% van de iemand procent. Houdt dit tegen. Je voelt de druk op de klink. Want dat is niet, dat is niet. Ja, je hoort het ook. Hey Rutger, Tobias, even helpen. Kijk dit, ze houden hem gewoon dicht. Je hoort het ook. Oké, duw hem. Ja, ik zag je, jammer! Of ik wist al dat hier... Hé, hey, oké, dan weet ik bijna zeker wie dat was. Oh, nee. Dit was de... Nee, ik zat daar gewoon alleen, hè? Ik zat daar gewoon alleen. Nee, je zat daar niet alleen. Je wel echt? Nee, je zat daar niet alleen. Ik zat gast, alleen ik zag toch iemand rennen. Nee, je kan me niet voelen. Wie de fuck hebben we nog meer? Marcel. Dat was Olivier. Dat was Olivier. Oké, Olivier, met je dikke kop, ik heb je gezien. Nee, je wist het niet. Je bent gewoon aan het vokken. Nee, ik weet dat het Olivier is. Je mocht me niet en hier mag je niet komen, dus. Besef dat Olivier zei dat we hier niet mochten komen. En wie komt hier? Olivier. Het nare is ook dat als mensen weten waar ik ben... dat ik niet weet waar zij zijn. Dus zij kunnen mij gewoon zien. Oh, dat is mooi. En waarschijnlijk ben ik sommige mensen al voorbij gelopen. Olivier is in ieder geval af. Laten we kijken in zaal 1. Ja, tuurlijk. Hey, Olivier en Bo, jullie hebben mij al achtergelaten, hè? Oh, Bo zat er ook! Oh, kut. Sick! Ja. Hij zit daar boven! Hij zit boven! Oké, ze gaan mij laten schrikken. 100 punten dat ze omhoog zijn. Ja, maar was dit niet de trap waar Olivier het over had? Wat is dit? Wat is dit? Boas. Hoe heb je me gevonden? Ik kon mezelf niet eens zien. Deze is goud. Er zit sowieso hier iemand boven. Dit zijn de kleedkamers, dus hier zou je officieel zien mogen. Zo. Holy! Dit wist ik ook niet hoor. Respect, respect als hier iemand onder zit. Dit is zo lijp, hè? Yo, je hebt hier nog meer. Vet, hè? Hier heb ik volgens mij. Dit is echt... Het lijkt net alsof we in een verlaten gebouw zijn. Ja, dit is echt vet, jongen. Ik ook. Daar zat niemand toch? Holy shit, dit is zo knijtergroot. Dit is echt eng. God, dit is scary. Oké, die deur krijg je nog wel open. Laat oh my god. Wie moeten we nog? Nou, Bo en Olivier weet ik dat... Dat hij sowieso niet zit. Nee, en dan hebben we nog... Lars en Timo. Lars en Timo zitten hier ook niet. Die zitten hier. Want Lars en Timo... toe te reten in die zaal. Die zijn hier mooi. Maar even tussen ons, hè. Dit is even ons goudmijn. Ja, dit is echt sick. We gaan weer omhoog.
Hey, meisje. Ella. Kijk, nou, ik weet in ieder geval... Hierboven. ...dat twee mensen hier in dit gebied zitten. Hoe weet je dat we hier zitten? Ze zitten niet illegaal, zeg nee, jij? Nee, ze zitten niet illegaal. Oké. Okay. Wat ben je lelijk, Lars. Hey, je kan wel gewoon daar blijven zitten, maar maakt voor de rest ook niet zoveel uit. Fucking fat pig! Here's a pig! It's a pig! Maar ik zou je zeggen, hij zit nergens boven of zo. Nee, oké, okay, maar zolang die maar niet opeens helemaal verplaatst is, zoals Olivier en Bo. Want die zijn sowieso af. Ja, alleen Timo eigenlijk. Nee, ja, Olivier en Bo die zijn... Wat film je mij? Dit was echt niet logisch, oké. Okay. Officieus heb ik dan niet iedereen, maar... ja, Olivier heb ik sowieso, alleen Bo. Maar Bo die ging via de trappen waar je niet mocht. Jij hebt mij helemaal niet, joh. Dat kan helemaal niet. Jullie gingen allebei de trappen in. Hey, jullie hebben mij gewoon achtergelaten, joh. Jij gaat die deur vasthouden. We zaten vast, man. We wisten niet waar we heen moesten. We hebben de eerste ronde gehad en we zijn aangekomen bij de tweede ronde. Ik ga mij in mijn eentje verstoppen. En dan gaan zo meteen iedereen in tweetallen mij proberen te zoeken. Vind je mij, ga je bij mij zitten en kijken welk duo mij als laatste heeft gevonden. Dit is een tweetal. Dit is een tweetal. Was er nog meer een tweetal? Jullie zijn een tweetal. Zijn jullie een tweetal? Dat is goed. Dan blijven Boas en Nicole nog over. Hey! Ik ga mij verstoppen. Ik krijg, om precies te zijn, 5 minuten de tijd. Hey, later. 3, 2, 1. Ik ga wachten op Rutger en Anna en ik ga nu een berichtje sturen. Yo. Jullie mogen beginnen. Yes, okay. Perfect. Kom, snel, rennen. Wij gaan snel. Ik doe niet aan rennen. Wel, nu wel, want wij moeten winnen. Wij gaan eerst zaal 1 in. Nee, wij gaan hierin. Denk je dat? Nee, nooit. Nee, dat kan niet. Er moeten mensen bij kunnen komen. Ja, is geheel. Yes, let's go. Let's go, we gaan Mees vinden. We moeten eerder vinden dan Rutger, dat is mijn doel. We moeten eerder vinden dan Rutger. Hey. Hey. Go. Go. Oh, jullie hadden het slimmer. Ja. We gaan eigenlijk moet je de deur dicht laten. Ja, deze deur. Ja. Ga zitten. We gaan hier dus achter de bank zitten. We hebben de deur dicht gedaan. En we gaan kijken hoe lang het duurt voordat er iemand komt. Als er binnen 20 minuten niemand komt, na een kwartiertje, ga ik een berichtje sturen dat ze laag moeten zoeken. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? We zijn aan het wachten op de film. We zijn verstopje aan het doen. Ja, we wachten op een film. Ja, Kwart voor. 10 voor begon hij. 10 voor. 7 minuten nog. Dus we zitten al, maar zo meteen kom je allemaal mensen, maar wij hebben de beste plek. Om te wachten, ik denk dat de camera ergens neer gaat zetten en aan laat staan. Ja, ze kunnen staan de deur. Ja, maar je moet dus wel op een plek doen waarop ze het niet zien. Ja, als ik hem hier neerzet, zo, met deze eroverheen. Zo snel even kijken. En Mees stuurt mij een appje. Er zijn ook deuren zonder nood. Oh, dus hier staat heel goed plek op. Goed kijken. Helaas ben je al gepasseerd. What the fuck? Ja, Mees, what you doing, my friend? Oh, what the fuck? Wat is dit? Jezus, what the fuck zijn we? Van dat wacky ding? Ik heb je eindelijk terug op mij. Waar hier dat? Oké, okay, we hebben... Huh? Waar hier dat? Nee, jullie waren het gaan stoppen. Nee. Ik hoorde wel iets namelijk, man. Ja, maar die kan ook gewoon defect zijn. Mees, als je hier zit... Ik ruik op... Wow. Iemand zit daar gewoon te kakken, ouwe. Oh. Dat is gewoon iemand, een random iemand. Hey bro, sorry. Hey, sorry. Het is ergens hier. Hier in de pooier room. Zo, achter de bank zitten ze. Ja, 100%. Ah. Godverdomme. Steun. Jongens, wij zijn in deze kamer geweest. Ja, dat weten we. Ik ook niet. Zo.
Ja, hier. Hier. Dit zijn fucking dit was zo legendarisch! Ja, ja, maar, ja. Ik zag die schoenen. Jullie waren zo. Zo dood! Waarom doe je dat, sorry, jongen? Ja, omdat jullie ons konden zien. Ik zag al het ook dat ja, iemand zag. Ik zag Lars' schoenen, dus ik dacht ik wist het. Dit was geniaal. Dat was ook echt de engste kamer gewoon ja, die gaat in het hele gebouw. Ja, oh mijn god. Oh, dit is wel echt de engste plek die je maar kan verzinnen. Jij zit daar gewoon in je eentje. Ja, daarom dat. Ik moest ook de hele tijd voorop lopen. Ik doe die deur ook als eerste. En ik word er gewoon helemaal... Ja, ik schrok me echt Ik is de volgende stap gewoon hier slapen. Nog veel verder. Ja, inderdaad. Dus als jullie 10.000 duimpjes omhoog achterlaten... Dan, ja, dan komt het. Dan gaan wij hier slapen. Dat moet dan wel regelen. Ja, dat moeten we wel regelen, want misschien mag het niet. Maar, laat een duimpje omhoog achter en je gaat het vanzelf zien. Bedankt allemaal voor het helpen met mijn verstoppertjes video. Ik vind jullie allemaal heel aardig. Ik mag zelfs en ik waardeer het. Dit was echt niet normaal geniaal. Het was ook wel veel groter dan ik had verwacht. Want die laatste kamer waar ik dus zat, dat was een hele ondergrondse hal eigenlijk. Met allemaal dingetjes. Die nog niemand wist, alleen wij drie dus. Best wel geslaagd dus. Vonden jullie deze video leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Ik wil ook wel wat zeggen nog. Je kan mijn video nu bekijken in de bioscoop. Vanaf volgende week draaien we in de bioscoop. Ja. Dus even zien, hoe heet ons film? De Boerenjongensclub. De Boerenjongensclub 2. Zonder boeren. Maar vergeet zeker niet ook Vigi te checken. Ze staan hier beneden in de beschrijving. En zie ik jullie terug bij de volgende video. Later! Ik stoot hem misschien tegen het ding. Ik trok ze in.